Welkom bij het webinar van NBA Helpt. Een webinar vol met actualiteiten die impact hebben op het werk van accountants. Alle gesprekken vinden online plaats. Hallo, goedemiddag en welkom bij alweer het tweede NBA Helpt webinar van 2022. In de eerdere maar liefst 17 NBA Helpt webinars hebben we vaak gesproken over de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronapandemie. Nog voor de zomer komen we terug met een update over de NOW en de TVL. Noteer alvast donderdag 19 mei daarvoor in je agenda. Maar vandaag gaan we het hebben over een heel ander onderwerp, want er dient zich alweer een andere crisis aan van een hele andere orde. We hebben het over de oorlog in Oekraïne en daarom spreken we vandaag over de sanctiewetgeving tegen Rusland. Want wat betekent deze wetgeving voor het accountantsberoep? En welke accountants krijgen daarmee te maken en wat is de impact daarvan op hun dagelijkse praktijk? Zoals bij iedere crisis is het duidelijk dat er op dit moment nog veel onduidelijk is. Maar toch gaan we in de komende anderhalf uur een poging doen om alles wat we al wel weten zo concreet mogelijk voor je te maken. En daarvoor heb ik bij me een aantal experts die ik aan je wil voorstellen. We trappen zo af met Leen Papen. Hij is voorzitter van de NBA Signaleringsraad en hoogleraar Corporate Governance. En met hem ga ik kijken naar hoe de huidige situatie impact direct en indirect heeft op het accountantsberoep. En we gaan ook kijken welke rol hij ziet voor ons als accountants. Tom Volleberg ligt vervolgens de NBA Alert 45 toe. Wat zijn de belangrijkste aspecten en wie gaat dat aan? Tom is lid van de ACB, het Adviescollege voor Beroepsreglementering, en betrokken bij de totstandkoming van deze alert. Aansluitend spreek ik met Bart Jonker. Hij is partner bij Grant Thornton over de impact op hun accountantspraktijk. En met Else Loes Pasma van Wijn en Staaladvocaten. Zij was betrokken bij een van de Zij is van een van de kantoren die collectief uitriepen om geen zaken meer te doen met Rusland. Welke keuzes hebben zij gemaakt? Moreel, financieel en juridisch. Vervolgens ga ik in gesprek met gecertificeerd sanctiewetgevingsspecialist Saskia Rietbroek. Met haar spreek ik over compliance, over het voldoen aan de sanctiewetgeving, over de risico's daarbij en met name ook de aansprakelijkheidsrisico's. En zoals je wellicht van ons gewend bent, sluiten we af bij de NBA Helpdesk. Daarvoor is vandaag bij ons NBA-collega Henk Strating, die het eerste aanspreekpunt is voor alle vragen rondom de NBA Alert 45. Welke vragen krijgt hij al zoal binnen en welke concrete tips kan hij ons nog geven? Deze gesprekken vinden plaats in het eerste uur. En voor wie opgelet heeft op het programmaboekje, die heeft daar wellicht ook Jacco Vonhoff zien staan, de voorzitter van MKB Nederland. Hij ontbreekt in deze line-up vanmiddag. Hij is helaas verhinderd vanwege ziekte en verontschuldigt zich daarvoor. Voordat we aftrappen wil ik er nog even op wijzen dat we natuurlijk tijdens het webinar al een poging doen om zoveel mogelijk van jouw vragen te beantwoorden. Je kan daarvoor aan de rechterkant van het scherm jouw eigen vraag insturen of de vraag van iemand anders promoten met een duimpje. En scroll af en toe ook even terug, want er is weer een hele groep van moderatoren actief om zoveel mogelijk vragen ook al meteen schriftelijk van een antwoord te voorzien. En de meest interessante en de meest populaire vragen, oftewel de vragen met de meeste duimpjes, leg ik in het laatste half uur live voor aan mijn panel van experts. Maar als je nu kijkt aan de rechterkant van je scherm, dan zie je dat ik in eerste instantie 3 polvragen aan jou heb live gezet. We zijn even benieuwd waar u nu staat ten opzichte van het onderwerp van vanmiddag. Dus als u het nog niet gedaan heeft, vul alle 3 de vragen gelijk even in en druk dan helemaal onderaan op de knop verzenden. Dan gaan we even samen kijken naar de resultaten. Vraag 1 is, wat is de belangrijkste reden van uw deelname aan dit webinar? Wil je vooral op de hoogte blijven? Wilt u weten hoe anderen hiermee omgaan? Op zoek naar concrete tips of kennis nemen van het onderwerp? Nou, we zien niet geheel onverwacht dat maar liefst bijna 3/4 van de deelnemers stemt op, ik wil op de hoogte blijven van de actualiteiten. Nou, daarvoor ben je aan het goede adres. Maar de vraag is natuurlijk, heeft de sanctiewetgeving op dit moment al impact op uzelf of uw relaties? Als we dan kijken, dan zien we daar dat bijna de helft, 41%, stemt. Nou, dat vind ik nog moeilijk om te zeggen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ook een vijfde van de stemmers, kleine 1/5, zegt het heeft indirecte impact en ofwel indirecte en directe impact.
10% slechts zegt het heeft geen impact. Dus het is mogelijk duidelijk zijn dat alle deelnemers vanmiddag wel verwachten dat deze sanctiewetgeving op een of andere manier gaat spelen. Nou, ook wel enigszins logisch natuurlijk voor deelname aan dit webinar. En dan die laatste vraag, ook wel bijzonder interessant. Verwacht u een continuïteitsvraagstuk naar aanleiding van de oorlog en de sanctiewetgeving? Wellicht voor uw eigen organisatie. Nou, ik ben blij om te zien dat slechts 2% die optie heeft aangevinkt. De meeste mensen zeggen ook daar weer, ja, dat is me nog niet helemaal duidelijk. En 1/3 zegt ook nee, dat verwacht ik uiteindelijk niet. Maar ja, ik wil wel weten hoe het verder speelt. En zo'n 19% van de stemmers heeft op dit moment aangevinkt dat ze verwachten dat dat toch wel voor enkele van de klanten gaat spelen. Mooi om dat overzicht te hebben. Mooi om te weten dat we een divers gezelschap vanmiddag bij elkaar hebben. Ik heb de poll gestopt en nu zie je de vragenbox ontstaan, waar je dus jouw vragen kan sturen, je antwoorden kan lezen van de moderatoren of eventueel vragen van iemand anders kan promoten met een duimpje. Laten we beginnen. Leen Papen, je bent accountant, hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit, toezichthouder ook nog en voorzitter van de MBA Signaleringsraad. Nou, ik kom daar zelf niet dagelijks mee in aanraking, dus ik vroeg je vanmorgen wat doen jij eigenlijk, maar die geven gevraagd en ongevraagd rapportages over de trends en ontwikkelingen in het vak. Goedemiddag, Leen. Goedemiddag, Gerrit, dankjewel. Fijn dat je bij ons bent vanmiddag. Vorige week was er een eerste Tweede Kamerdebat en er werd flink kritiek gegeven op hoe wij in Nederland omgaan met de sancties. We doen nog veel te weinig, was daar de teneur. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Nou ja, een soort déjà vu. Hè? Dus de bestuurlijke slagkracht in Nederland die laat wel eens te wensen over. En daar hebben we helaas een paar voorbeelden van. Ook vandaag wordt er weer het nodige gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er is heel veel verkokerd, versnipperd en ook in silootjes gestopt. En dan is altijd weer de vraag, wie doet nou eigenlijk wat? Wellicht speelt ook de dominee versus de koopman ook in Nederland af en toe part als het aankomt op sancties en alles wat daarmee samenhangt. Ja, dus in die zin keek ik met de ogen van niks nieuws onder de zon. En inmiddels is er natuurlijk wel wat actie genomen, dus dat is fijn. Maar het was wel weer een beetje traag hoe het op gang kwam. Ja, nou, ik wil zo wel eens even dan met je kijken naar wat dat dan betekent voor de beroepsgroep. Maar even specifiek met jouw bril als hoogleraar Corporate Governance. Wat betekent dat als we traag op gang komen? Nou ja, een paar dingen. Dus de boefjes, als het al boefjes zouden zijn, hebben natuurlijk een schapen wel op het droog inmiddels. Die hebben natuurlijk al lang actie genomen. Maar even terugkeren naar vanuit de bestuurlijke zorgvuldigheid. Ja, als je traag bent, ja, dan ben je dus te laat. En in zekere zin is dat natuurlijk ook laakbaar. Je spreekt met elkaar af dat je bepaalde regels in acht wilt nemen. En dan moet je ze natuurlijk ook wel naleven. En als Nederland dat niet doet, en dat is in Europees verband natuurlijk ook wel vaker gebeurd. Ja, dan sla je natuurlijk toch een beetje een modderfiguur. En dan straalt dat niet goed op je af. En ook niet op je geloofwaardigheid. Dus niet alleen de jongen heeft een probleem, maar ook Nederland als land heeft denk ik dan ook een probleem. En ik hoop altijd maar dat als het gaat over de doelgroep die we vandaag hebben, ja, dat accountants daarin alert zijn, proactief zijn en dat ze ook tijdig zelf nadenken over datgene wat het voor hen betekent, maar vooral natuurlijk wat het voor hun klanten betekent. Dus ja, vanuit mijn perspectief is dat, hoe kan ik kijken? Ja, regels, niet altijd fijn, maar ja, doe dan wat. Want anders dan, ja, dan faal je eigenlijk. Dat is het. Ja, kom in beweging, zelfs als de bestuurlijke laag boven je daar nog wat traag op reageert, zeg je. Laten we eens inzoomen op die sanctiewetgeving. Welke rol zie jij voor de accountant in algemene zin? Nou, denk accountants claimen natuurlijk altijd ook niet alleen een rol te vervullen als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer, maar toch ook in zekere zin, ja, de huisartsenfunctie in de richting van hun klanten. Dus ik hoop ook dat ze zich goed verdiepen in wat die sanctiewetgeving betekent. Wat eraan vastzit. En dan zul je ook zien dat het zeker complex is. Ik heb dat naar aanleiding van een interview wat ik onlangs afgelegd heb aan journalisten van Investico over deze problematiek, ben ik er ook weer eens ingedoken. En het is best complex, maar gelukkig. We hebben dadelijk een paar deskundigen die dat goed kunnen toelichten. Maar zorg dat je in ieder geval weet waar het over gaat. Probeer ook proactief je klant te benaderen en na te denken over, ken ik mijn klant goed genoeg? En ken ik ook zijn businessmodel goed genoeg? En weet ik dus welke risico's er mogelijk bij die klant ook spelen. Zodanig dat ik in ieder geval mijn klant dan ook proactief kan waarschuwen en ook kan behoeden
voor het maken van fouten. Want nogmaals, het is complex. En het laatste wat je wil, is dat je natuurlijk zelf achter de feiten aanloopt. En ook ja, je klant niet goed helpt. Want ja, die klant zou ook wel mogen verwachten van zijn accountant, denk ik dan, dat hij of haar natuurlijk de klant ook goed helpt op dit punt. Ja, dus een duidelijke call die je hier maakt. Je bent huisarts van je klanten en een huisarts moet proactief weten wat er op de markt afkomt. Je zegt al, zoek proactief contact. Heb je nog meer concreet handelingsperspectief wat je voor ogen ziet, wat je vindt dat accountants zouden moeten gaan doen? Nou ja, het onderwerp kwam al even aan de orde. Dus als het gaat over wat zouden de consequenties kunnen zijn voor mijn klanten. Ja, continuïteitsvraagstukken komen als eerst aan bod. Hoe zit het met de liquiditeit? Zijn de goederen bevroren? Gaan mijn klanten nog betalen? Waar zitten mijn klanten? Hoe ziet hun keten in elkaar? Want op het moment dat er dus ook de connecties zijn met landen die op die sanctielijst staan of personen die erop staan, dan worden de goederen bevroren, worden activa bevroren. En dan kan dat natuurlijk jou snel raken. Je zal maar scheepsbouwer zijn die toevallig een mooi groot jacht aan het bouwen is. Nou ja, dan heb je waarschijnlijk al heel snel een probleem met betalingen. Dus waar komen de gelden vandaan? Nou, dat is natuurlijk ook in het kader van witwassen en alles wat daarmee samenhangt ook altijd een issue. Je kunt ook kijken naar energieprijzen in de agrarische sector. Je zal tuinder zijn in het Westland. Dus ik ken er ook die inmiddels besloten hebben toch maar even geen tomatenplanten meer in de kast te zetten. Want ja, de energiekosten zijn zodanig dat die niet opwegen tegen de opbrengsten. Nou, dat is een actueel vraagstuk. Je kunt ook kijken naar de supply chain. Daar komen mijn spullen vandaan. Niet alleen COVID speelt nog steeds een part. Kijk, in China, Shanghai zit op slot. Maar ook als vanwege de schepen die aan de ketting worden gelegd, straks Russische schepen de Rotterdamse haven niet meer inkomen. Nou, zitten daar spullen op die voor jou belangrijk zijn in de bevoorrading van jouw bedrijf? Ja, dan heb je dus ook per direct een probleem. We hadden al een probleem in de bevoorrading van de artikelen zoals chips in de auto-industrie. Nou ja, ook als dat als jouw klant in zo'n keten zit, dan heeft hij waarschijnlijk ook direct een probleem om zijn business draaiende te houden. Nou ja, dan hoeven we het nog niet te hebben over inflatie. Wat doet dat met het feit dat je debiteuren hebt? Met überhaupt dat je de goederen die je inkoopt al ongelooflijk veel duurder geworden zijn. Past dat in de liquiditeitsplanning en hoe ze pakt dat uit op de cashflow? Nou jongens, dat zijn allemaal vraagstukken waar een accountant natuurlijk direct... Kortom, hè? Zomaar even off the cuff. Heb je nu bijna, denk ik wel, voor iedereen een haakje gecreëerd waarom je proactief op zoek moet om voor je klanten of voor je eigen organisatie uit te zoeken hoe dit jou gaat raken? Zeker. Ja, en ik had het nog niet eens over de combinatie met COVID, NOA en belastingclaims en zo. Want die komen er natuurlijk ook allemaal aan. Dus er is heel veel reden om goed te kijken naar wat er gebeurt. Exact. Nou, dat is precies waarom je gevraagd hebben als eerste expert in dit webinar om dat af te trappen, om ons bewust te maken van de urgentie van dit onderwerp en hoe dit ons uiteindelijk allemaal gaat raken in de dagelijkse praktijk. Dank voor deze aftrap, Leen. Jij blijft bij ons het hele uur. Ja. En aan het eind van het uur ben je er ook weer bij om zoveel mogelijk vragen van onze deelnemers te gaan beantwoorden. Dank voor nu. Graag gedaan. Wij schakelen namelijk door naar Tom Vollenberg. Tom, je bent partner bij KPMG, maar in dit webinar vooral ook aanwezig als lid van het Adviescollege voor de Beroepsreglementering in de volksmond, de ACB. En vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij het opstellen van MBA Alert 45, die onlangs uitging. Veel mensen zoeken denk ik enige duidelijkheid en houvast. Is dat wat Alert 45 ook poogt te doen, Leen? Ja, dank je. Dankjewel, Geert. Dat was in het zeker de bedoeling. Het doel van de alert was om inderdaad mensen te voorzien, onze accountants, van informatie en duidelijkheid te verschaffen. We wisten natuurlijk vanaf het begin af aan dat we niet volledig zouden zijn, omdat de uitwerking en de interpretatie van sancties, die zijn in ontwikkeling. En die leiden dus inherent eigenlijk tot onduidelijkheden, ook bij de impact op het accountantsberoep. Ja. Ja, ik denk, er zitten wat mij betreft vier belangrijke boodschappen in, hè, die we willen uitdragen naar onze leden. Ten eerste is dat, neem kennis van de alert. De alert is zodanig gestructureerd dat deze handvaten biedt voor de verschillende functies die een accountant kan vervullen.
Een ander waar Leen ook al eventjes over sprak, is zorg ervoor dat je de organisatie goed kent en weet hoe zij geraakt zouden kunnen worden door het conflict en de sancties. Mm-hmm. En waar Leen ons net allemaal even de stuip mee op het lijf heeft gejaagd, sanctiewetgeving is complex. Een complexe juridische materie, welke continu wijzigt. Dat zien we ook maar weer gisteren en eergisteren wat er allemaal op het nieuws op ons afkomt. Dat zal zo meteen ook blijken uit de bijdrage van de andere sprekers. En misschien goed om te melden, wij zijn accountants, wij zijn geen sanctiespecialisten. Hè? Dat is het vierde punt. Dus in geval van twijfel is misschien het beste advies, wat Leen het ook al zegt, is specialistische kennis inschakelen. Dat is denk ik belangrijk, want in deze gevallen, elke casus is klantspecifiek en er zal niet veel sprake zijn van een one size fits all antwoord. Nee, precies. Nou, voor iedereen die net is ingeschakeld, blijf kijken, want we hebben Saskia Rietbroek in dit webinar. Zij is wel sanctiespecialist. Die gaan we straks horen. De naam zegt het al. Het is een alert, geen handreiking. Maar kan je ons toch eens een beetje meenemen in de hoofdpunten en hoofdlijnen die we in dat alert terugzien? Ja, goed dat je het zegt inderdaad, hè, want het doel van alert is om accountants aanwijzingen te geven van hoe zij inderdaad in de uitvoering van een beroep, hoe ze bepaalde dingen kunnen aanvliegen. En ik denk het allerbelangrijkste is, en het is al even gezegd, is dat die sancties die zijn voor iedereen van toepassing, personen, organisaties. En het is dus niet toegestaan om zaken te doen met deze personen of organisaties die op de sanctielijst staan. Je kan gewoon zeggen, eigenlijk hun tegoeden, en misschien in bredere zin, die zijn bevroren in Europa. En een ander gevolg van de sancties is dat de diensten die je aan deze personen of organisaties verleent, ook bevroren zijn. En daarom is eigenlijk de alert ook op die manier opgebouwd. Drie verschillende hoofdstukken. Eerste is de impact op de dienstverlening van de accountants. Wat betekent dat eigenlijk nou? De tweede is de impact op de organisatie en de derde op de opdrachtuitvoering. Nou, zullen we die eens even met z'n drieën iets verder inkleuren en concreet maken? Laat maar beginnen. De dienstverlening door accountants. Ja, nee, dat is het eerste onderwerp. Hè. Dus het raakt met name de openbare accountants. Dus de sancties kunnen direct impact hebben op de organisaties, dan wel indirect. Hè. En direct is omdat de organisatie op de sanctielijst staan, of indirect omdat bijvoorbeeld de UBO's, de bestuurders of de toezichthouders op de sanctielijst staan. Het vraagstuk wat dan daarbij naar boven komt voor accountants of accountantsorganisatie is vooral of deze diensten verleend mogen worden aan een gesanctioneerde partij. Of die verleend worden aan een gesanctioneerde partij. En zo ja, wat moet daarmee gebeuren dan? Hè? En ook dit is, wat Leen het ook al zegt, complexe materie. Op dit moment, dat is misschien hot of the press, wordt er gewerkt aan een update van de MBA-alert. Ik zie het al in de live Q&A voorbij komen. Er is een 2.0 aangekondigd. Wanneer komt die, Tom? Ja, de idee is volgende week. En daarin zal onder andere komen te staan dat als je inderdaad met zo'n gesanctioneerde partij te maken hebt als accountant, dat je je dienstverlening zou moeten bevriezen. Dat wordt wat meer uitgeschreven, eigenlijk hoofdstuk 3 in dat nieuwe alert. Die zal met name worden gewijzigd op punten. Ja, nou, ik denk dat iedereen daar met smacht naar uitkijkt. Mooie, concrete, praktische informatie. Maar we nemen daar vandaag in het MBA Help, we hebben daar natuurlijk ook al een voorschot op. Ja. Dus laten we eens kijken naar dat tweede punt. De impact op organisaties, zeg je. Ja. Oftewel, dat zijn vaak de klanten of de organisaties die accountants bijstaan. Ja, nou ja, Leen zei het, die heeft al best wel veel daar denk ik even over gezegd in het begin, hè. De impact kan sterk het eind lopen. Hè? Organisaties kunnen direct worden geraakt, maar ook inderdaad via gesanctioneerde leveranciers. Klanten die gesanctioneerd zijn, producten, dual purpose goods moet je dan aan denken. Maar ook bijvoorbeeld je financiering. Hè? Als je bijvoorbeeld bij een gesanctioneerde bank een lening hebt uitstaan, ja, wat dan? Ook die gevallen zien wij gebeuren. En ondernemingen kunnen ook indirect geraakt worden. Dat zei Leen net ook al. Gestegen gas- of commodityprijzen, de supply chain waar het al lastig was, de gevolgen van de SWIFT-beperkingen. Dus eigenlijk ja, hoe je geraakt wordt en de mate waarin je hiervan afhankelijk bent. Dus hoe snel kun je schakelen naar een alternatief product van een niet gesanctioneerde partij. Die bepalen eigenlijk de impact. En dat kan dus zelfs zover gaan dat het impact is op de jaarrekening en zelfs op de continuïteit. Hè? Dus daar moet je wel aan denken.
Dus ik kan me voorstellen dat de urgentie die Leen net al schetst, dat je gewoon dat in beeld moet brengen. Dat is stap 1, of niet? Ja, zeker. Dat zeg je goed. Hè? Want als je kijkt naar het proces wat wij daarbij voor ogen hebben, is dat de organisatie zelf, daar begint het. Hè? Die moet in eerste instantie een impactanalyse maken. Als ze zelf die expertise niet in huis hebben, omdat we zeggen het is complex, zal het dus kunnen betekenen dat er ook een sanctiespecialist zou moeten of kunnen worden ingehuurd als de situatie daarom vraagt. En de rol van de externe accountant daarvan is met name het beoordelen van deze analyse. En ja. Ik denk een speciale rol, ook hier even weggelegd voor de accountants ja, in business. Ik kan niet of ik ze helemaal zo mag noemen, maar die zelf binnen de organisaties werken. Stel je nou voor dat je werkt bij zo'n organisatie die te maken heeft met die sancties en wellicht zelfs in overtreding onbewust is. Van ja, dat roept allemaal ethische vragen op met... Hoe moet ik dat dan doen? Hè? Wat betekent dat nou voor mij? Ik ben RA, ik moet me houden aan de VGBA, ik heb de MVNO klaar. Allemaal dingen waar je aan zou kunnen denken als je binnen zo'n bedrijf werkt als registeraccountant. Exact. Nou, en daar gaan we specifiek straks nog even dieper op in met Henk Strating ook in dit webinar. We zeiden drie onderwerpen. De laatste is de impact op de opdrachtuitvoering. Wat moeten we daarbij in ogenschouw nemen? Ja, je kan best wel breed zijn, maar als ik het eventjes probeer zeg maar, wat op de hoofdpunten te richten, dan zou ik zeggen met name het beoordeling van de toetsing van de naleving van die sanctiemaatregelen. Dus die analyse waar ik het net over had, die klanten maken met behulp van sanctiespecialisten eventueel. Wordt dat gedaan? Impact op eventueel op de continuïteitsveronderstelling en de impact op de financiële verantwoording. Hè? Maar dat zijn bijvoorbeeld een paar hoogtepunten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan als je in een groepsaudit zit en een van je belangrijkste components zit in Rusland. Hè? Wat betekent dat als hij nog niet heeft gerapporteerd? Kan hij nog rapporteren? Allemaal lastige vragen, denk ik, waar we mee... Ja, wat betekent dat? Het liefst zou ik antwoord op die vraag van je willen. Maar ja, zo concreet wordt het nog niet. Dat is dus iets wat ieder voor zich moet gaan uitvinden. Je noemt het ook, het kan impact hebben op de financiële verantwoording. Ja. Ik denk aan externe verslaglegging. Kan je dat nog iets verder toelichten? Ja, nou, ik denk dat je dat ook ziet in de alert. Hè. Die is eigenlijk geschreven als dat de oorlog en de sanctiewetgeving gezien moeten worden als een gebeurtenis na balansdatum, zogenaamd een non-adjusting event. Dat maakt het, wat mij betreft, de alert ook mooi onderscheid in. En die zegt ook van wat nou de jaarrekening van 2021 en de jaarrekening van 2022. En ook goed om te weten dat de RJ heeft hier recentelijk op 21 maart heeft dit eigenlijk ook bevestigd. Hè, via een RJ-uiting, namelijk 2022-04. Als je nou verder praat over hoe kan het mij dan raken... de externe verslaggeving, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan feiten en omstandigheden... die uiteindelijk bepalend kunnen zijn te zeggen van nou, moet ik nu een gebeurtenis na balansdatum opnemen? Wat moet ik iets opnemen in het bestuursverslag, in mijn risico of mijn toekomstparagraaf? En als het significanter wordt, zou je zelfs kunnen denken aan additionele toelichting in de continuïteitsparagraaf, of die wenselijk is of noodzakelijk misschien zelfs is in gevallen. Ja, ik hoor een hele hoop dingen dat ik denk, oh ja, ja, tuurlijk. Kan je het, om het nog een beetje in te kleuren, het eens illustreren met een voorbeeld? Hoe zou dat er concreet uit kunnen zien? Ja, ik denk goed dat je dat vraagt. En dat is ook denk ik iets waar veel mensen ook mee stoeien, wij zelf ook. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een gebeurtenis na balansdatum, daar zou je bijvoorbeeld kwantitatief of kwalitatief wat kunnen toelichten. Als je dan bijvoorbeeld kijkt, kwantitatieve toelichtingen, als die van impact is, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, hoeveel procent van mijn activa liggen bijvoorbeeld in Rusland of in de Oekraïne? Of hoeveel procent van je omzet is afkomstig daaruit? Of... Nou, wat je nu ook ziet is dat grote bedrijven die hebben een strategie aangekondigd. Hè. We gaan weg uit Rusland. En je zag bijvoorbeeld recentelijk Shell, heeft wel eens vandaag weer in het nieuws. Dat gaat 5 miljard kosten. Dat soort kwantitatieve informatie, ja, van die strategische keuzes. Ja, die geven allemaal impacten en die kun je mooi toelichten daar. Op bijvoorbeeld in je toelichtende paragraaf. Exact, bij de Trend Events. En je refereerde net al even aan de accountants in business. Het lijkt me logisch dat dit dus dan ook een soort team effort moet worden. Dat hoe beter de accountants in business dit soort dingen voorbereiden, hoe makkelijker dat gerealiseerd kan worden. Ja, zeker. En daarom denk ik ook goed voor hun ook een kennis te nemen van deze alert. Want dat zal met name inderdaad zitten op aan de ene kant die naleving van die sanctiewetgeving. Maar aan de andere kant ook wat zijn de gevolgen voor de externe verslaggeving.
Want daar zit toch voor de gebruikers uiteindelijk van de jaarrekening. Die willen inzicht hebben. Hè? Wat betekent het nou? Wat zijn nou de effecten hiervan? Ja, ja, helder. Dus ja, dat is denk ik belangrijk. Ik denk het allerbelangrijkste nog even te melden. Als een soort van klap op de vuurpijl. Ook belangrijk als je over de praktische modus praat. Van, we hadden het net al even over in de vraagstelling die je zei. Van die continuïteitsveronderstelling. Hè? Die kan natuurlijk ook komen te vervallen. Dan geldt even een ander scenario dan een non-adjusting event. Dan zou het zo kunnen zijn op het moment dat je in een echt op liquidatiewaarde zou moeten gaan waarderen, dat het wel geadjust moet worden. Hè? Dus dat is denk ik de uitzondering op de regel. Als je echt weet van alles is kapot als gevolg van de oorlog, ja, dan zou dat zeg maar wel een reden zijn om het aan te passen. Dat, dan is dat dus in de verslaglegging over 2021. Hè? Ja, dan moet je dus nu al meenemen. Ja, helder. Mooi, dankjewel Tom voor deze eerste toelichting. De uitdaging om in een minuut of 8-9 even de hele alert samen te vatten. Volgens mij heb je dat vrij aardig gedaan. Ik kan me voorstellen dat daar nog vragen over zijn, maar dan worden die ongetwijfeld ingestuurd. En dan gaan we die in het laatste half uur met jou beantwoorden. We gaan nu snel doorschakelen naar wat betekenen deze maatregelen nou in de praktijk. Met Bart Jonker, partner en bestuurslid bij Grant Thornton. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. De oorlog heeft ook jullie organisatie vrij direct geraakt. Ik begreep ergens, als ik het goed gelezen heb, dat jullie afscheid hebben genomen van je Russische afdeling. Ja, dat klopt. Dankjewel voor je vraag, Gerrit. Wij hebben vrij vroeg in het proces als kantoor naar buiten gebracht dat wij afscheid nemen van onze Russische member firm. En dat is ook geen eenvoudige keuze en beslissing om te maken. En het maakt uiteindelijk het onderliggende proces ook niet makkelijker. Want uiteindelijk zul je zo'n member firm moeten ontvlechten. Je werkt gezamenlijk aan klanten, je gebruikt gezamenlijk systemen. En er is tijd nodig om dat op een zorgvuldige manier te doen. Neem niet weg dat daar wel urgentie achter zit. Maar een van de dingen die daar ook aan vastzit is dat met het afscheid van je Russische member firm neem je ook afscheid van de collega's waar je jaren mee hebt samengewerkt op gezamenlijke opdrachten. En dat geldt overigens ook voor onze Oekraïense member firm en collega's waar we mee hebben samengewerkt. En daar gaan ook wel veel stemmen op binnen Grant Thornton, dat we daar toch ook wel empathie voor hebben en dat we graag willen helpen. En we zien die collega's dan ook mede als slachtoffer van deze hele ontwikkeling. Dus de menselijke factor die is ook niet uit te vlakken. Er zijn gewoon ook veel collega's op de vlucht geslagen. We hebben collega's ook hulp geboden en ook familieleden door onderdak te bieden, ook door werk te bieden. Maar goed, de uiteindelijke volgorde is in eerste instantie veilige huisvesting. De mensen zijn getraumatiseerd, dus psychische zorg is in eerste instantie ook van belang. Daarna de kinderen naar school en dan pas komt werk aan de orde. Maar als we daarmee kunnen helpen, doen we dat ook. Ja, mooi dat je het noemt. En we hebben dat met elkaar natuurlijk ook gezegd in de voorbereiding op dit webinar. Hè. We lijken nu wel heel erg een economisch en accountants perspectief te noemen. Maar het is natuurlijk ook een enorme menselijke tragedie. En mooi om te zien hoe jullie daarin ook collega's helpen. Want de impact is heftig. Ik wil met je graag even doorkijken naar hoe deze sanctiewetgeving specifiek jullie als accountantsorganisatie raakt. Ja, ik zie een hele grote déjà vu. Ten opzichte van het moment waarop we voor het eerst met de pandemie te maken hadden, met de COVID-uitbraak. Op dat moment ga je als bestuur, als organisatie dicht op elkaar zitten en nadenken wat er op je afkomt en welke maatregelen we moeten treffen. Je navigeert in de mist, net als toen. Uiteindelijk maak je een escalatieladder en werk je wat scenario's uit. En je gaat de maatregelen en de sancties ook vertalen naar je eigen organisatie. Nou, dat is wat wij ook gedaan hebben. We leggen onze klantenlijst met structuren. Waar ook de UBO's uit blijken, maar ook de bestuurders en de commissarissen. Die leggen we naast de gesanctioneerde organisaties, de lijst met gesanctioneerde personen en de gesanctioneerde diensten. Op het moment dat je dan voor zwart-wit keuzes te staan komt, dan is de oplossing eenvoudig. Dan leg je je pen neer, dan bevries je je activiteiten. Belangrijk om dat ook te realiseren, niet de opdracht beëindigen teruggeven, maar bevriezen. Maar er zijn ook minder duidelijke situaties en daar ontstaat de kans voor ons als accountantsberoep en voor ons als accountants om te laten zien waar we voor staan. Het publiek belang voorop stellen en je moreel kompas toepassen op een zodanige manier dat je recht doet aan de sancties en datgene wat er uiteindelijk mee bedoeld wordt. Een van de dingen die mij ook opgevallen is dat als je dat het lastige keuzes zijn, maar op het moment dat je ze met je klant bespreekt en aanhangig maakt,
dat het dan ook best een goed gesprek over te voeren is. En dat het vanaf de andere kant ook als een op te lossen uitdaging wordt gezien. Ja, nou dat wilde ik net benoemen. Als je het zo beschrijft, dan klinkt het ook alsof jullie het meteen van meet af aan als een heel gestructureerd, bijna projectmatig iets hebben aangepakt. Stap, tjak, tjak, tjak. En ja, nou, en dan dat voegde je dus zelf al toe. Als je op die manier voorbereid bij je klanten komt, dan levert dat dus ook begrip op. Kan je iets meer toelichten over de impact van en de gevolgen voor jullie klanten? Ja. Ja, dat is een beetje tweeërlei. In eerste instantie zullen zij moeten doen en hebben ze gedaan wat wij als organisatie ook gedaan hebben. En dat is proces. Ja, kijken naar je leveranciers en je afnemers. Welke partijen zijn dat? Leg die naast de lijsten met gesanctioneerde organisaties, gesanctioneerde personen en diensten. En wat vooral belangrijk is in dat proces, wat wij meegeven, is documenteer dat. Want er kon zomaar behoefte zijn na verloop van tijd om terug te komen op de keuzes die je toen gemaakt hebt. Welke afweging heb je gemaakt? Leg dat vast. Dat is gewoon heel belangrijk, mocht je later terug willen of gedwongen worden terug te gaan naar die tijd. Dus het documenteren van dit proces identiek aan hoe wij dat zelf gedaan hebben met onze eigen klanten. Ja, en ook dit klinkt voor mij als een echo, als iets wat we ook rondom de steunmaatregelen veel hoorden in de vorige MBA Help webinars. Want nu is alles mistig en grijs, zoals je zelf zegt. Achteraf is alles kraakhelder, maar probeer dan nog maar eens in te beelden hoe de wereld er op dit moment uitzag. Dus dat is waardevol advies, denk ik. Wat zijn nog meer gevolgen voor jullie klanten of voor jullie werkzaamheden, zoals Tom dat ook aangaf? Ja. Het is ook een beetje een aansluiting en misschien een beetje een herhaling met wat Lene en Tom gezegd hebben. Maar wat wij duidelijk zien bij onze klanten is dat de tendens die in 2021 is ingetreden, hogere energieprijzen, hogere transportkosten, als gevolg van de pandemie, dat die enorm versterkt zijn nu deze oorlog is uitgebroken. En de gevolgen in economische zin voor onze klanten zijn ook groot. Als je kijkt naar Oekraïne, dat is de graanschuur van Europa, de impact op glastuinbouw. We hebben de industrie die te maken heeft met dezelfde inflatoire ontwikkelingen, prijsstijgingen, marges die onder druk staan. Vervoer en opslag, de dieselprijzen die negatieve impact hebben. Dus dat alles dat gaat leiden tot druk op resultaten en mogelijke risico's op het gebied van continuïteit. Continuïteit die door het bedrijf zelf in kaart moet worden gebracht, ook uit te werken in scenario's. Rekening houden met de ruimte in cashflow die banken kunnen verschaffen. En wij verwachten dat de risico's op dat punt ook tot uitdrukking worden gebracht in het bestuursverslag, maar ook ter onderbouwing van continuïteit in de jaarrekening zelf, maar ook bij de risico-indicatoren in de jaarrekening, als ook in de gebeurtenissen na balansdatum dat we dat terugverwachten. En in de laatste plaats, cybersecurity overigens, is ook nog een risico wat nu veel in de media ook opduikt naar aanleiding van de oorlog. Maar ik wil ook aandacht vragen voor frauderisico's. Bedrijven komen nu onder druk te staan. Druk doet de omgeving veranderen, maakt ook dat mensen andere keuzes, andere afwegingen maken. En dat je dus ook opnieuw zou moeten kijken naar frauderisico-indicatoren en wat je daar aangedaan hebt in je controle. En dat ook weer bespreekbaar maken met je klant. Ja, hoop werk weer aan de winkel dus. Dat is een beetje de teneur die we dus al 2 jaar hier in deze webinars voortdurend over het voetlicht brengen. En als ik goed naar jou luister, dan schets je eigenlijk inderdaad, net zoals Leen en Tom, je geeft al aan dat er een hele brede impact voelbaar is, zowel in jullie eigen organisatie als bij jullie klanten. Dat is zo. En die brede impact die reikt ook tot buiten ons vakgebied en ons beroep. Dat is ook in parallel met COVID, waar bepaalde ontwikkelingen een enorme vlucht genomen hebben. Tom had het al eventjes over digitaal vergaderen en dat soort dingen. Maar een van de dingen die hier ook gebeurt is dat de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen, er zijn ook hooggekwalificeerde mensen bij die uiteindelijk ook werk zoeken, wat een verlichting zou kunnen opleveren voor Nederland en andere landen. Maar je ziet ook dat de afhankelijkheid van het Russische gas een enorme boost gaat geven aan de energietransitie. Dus die komt gedwongen in een enorme versnelling. En als laatste kun je als voorbeeld noemen het feit dat er nu vergunningswijs veel meer dingen mogelijk zijn om woningbouw te realiseren. Ook in verlaten kantoorpanden, waar tot nu toe best wel lang over gedaan werd. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, ook dat.
Ja, dus je eindigt hier toch met een soort positieve noot dat er wellicht ergens ook kansen zich aan de horizon aan het voordoen zijn. Ja, ja, ja hoe ze ook. Ja, precies. Het is altijd een beetje dubbel om dat te benoemen. Hè? Maar dank Bart voor jouw toelichting en het inkleuren van hoe deze crisis jullie raakt. Ook jou zien we in het laatste half uur nog terug om een poging te doen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En je gaf me een mooi bruggetje, want je benoemde al, dit raakt ook buiten onze beroepsgroep. En het is wel leuk om in het MBA Helpt webinar voor accountants ook iemand van buiten de beroepsgroep te hebben. Bij ons is Else Loes Pasma, managing partner bij Wijn en Staaladvocaten en tevens lid van het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter in Nederland voor advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Fijn dat je bij ons bent. Ik struikelde er een beetje over in mijn introductie, maar jullie kwamen al eigenlijk heel snel na het uitbreken van de oorlog naar buiten met een oproep aan 20 van de 50 topadvocatenkantoren om geen werkzaamheden meer te verrichten die de oorlog in Oekraïne direct of indirect kunnen faciliteren. Kun je ons daar eens wat meer over vertellen? Ja, het idee ontstond inderdaad heel snel na de invasie op de donderdag en in het weekend met de protesten op de Dam en dergelijke, kwam de gedachte op wat kunnen wij als kantoor, als Wijn en Staal, daarin doen. En we hebben een groot advocatennetwerk en toen hebben wij ons gefocust op de top 50 van de Nederlandse advocatuur, alle managing partners aangeschreven en van daaruit hebben heel snel in 2 dagen tijd 20 kantoren gezegd, wij steunen deze actie. En van daaruit hebben we eigenlijk de rest van de advocatuur gemobiliseerd. En eigenlijk toen al met de gedachte, laten we ook andere zakelijke dienstverleners mobiliseren. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik vandaag bij jullie te gast ben. En ja. Misschien heel even de achtergrond van wat was nou het idee. Nederland is, of het zakelijke, de zakelijke dienstverlening in Nederland is eigenlijk een draaischijf in de internationale handel. En er lopen gigantisch veel geldstromen via onze kantoren, of het nou accountants, notarissen of trustkantoren of advocaten zijn. En van daaruit hebben wij toen gezegd, ja, laten we elkaar aanspreken, mobiliseren om een statement te maken, om kleur te bekennen. En daar is de actie Stand Firm uit voortgekomen. Ja, mooi. En mooi dat je dat verhaal hier ook met ons deelt. Wellicht inspireer je ook deze beroepsgroepen aan mee te doen. En toch even goed het waarom nog een keer begrijpen. Dit was dus puur vanuit een intrinsieke motivatie. Ja, een hele intrinsieke motivatie. Omdat je ziet toen al, maar dat wordt natuurlijk steeds duidelijker. Maar ik denk dat het eigenlijk toen al door de enorme de invasie met de oorlog en de bedreiging van de rechtsstaat in heel Europa zo tastbaar werd op dat moment al, dat wij hebben gezegd vanuit een soort enorme diepe verontwaardiging, wij moeten nu iets doen om onze eigen grenzen te bewaken, onze grenzen in ons vak, maar ook de grenzen van de rechtsstaat en de democratie. En daar heb je als professional een rol in. En die kun je pakken en die kun je uitdragen. En dat is eigenlijk hoe het is voortgekomen. Dus inderdaad uit een morele plicht zou je kunnen zeggen, om te zeggen, jongens, denk na. Wees zeer kritisch, zeker in het kader van de oorlog die ook ons land rechtstreeks bedreigt, maar zeker Europa. En bij twijfel niet oversteken. En dat betekent dus ook dat wij met die groep verder gaan dan de sanctieregels. En hebben gezegd, die sanctieregels is een absoluut minimum. Wij gaan een stap verder daarin en doen dus een beroep op meer je morele plicht, de beroepseed en dergelijke. Ja, mooi, dapper, vooruitstrevend, moreel leiderschap zou je het kunnen noemen. Kan je ons eens meenemen in een aantal van de afwegingen van de deelnemende of wellicht niet deelnemende kantoren? Ja, we hebben in die dagen, het was behoorlijk hectisch natuurlijk, met alle 50 kantoren contact gehad. Er was sowieso brede steun eigenlijk bij vrijwel iedereen die wij spraken, vonden het een hele mooie actie. Ook vanuit onze beroepsorganisatie was daar steun voor en een aantal andere personen met wie wij dat toch even moesten checken. Vervolgens heeft eigenlijk ieder kantoor, en dat zijn met name natuurlijk partnerorganisaties, dus dat moest over heel veel bureaus vaak. Ook heel interessant om te zien hoe al die kantoren georganiseerd waren. Maar heeft daarin een afweging gemaakt met een korte deadline. En er waren kantoren met kantoren in Kiev die op die dag zeiden, we doen meteen mee, alhoewel ze Kiev moesten sluiten. En er waren ook kantoren die zeiden, en
ook heel valide. Wij hebben personeel in Moskou en wij kunnen dit nu gewoon niet doen, want die mensen worden bedreigd op het moment dat wij een dergelijk publiek statement maken. En er waren ook kantoren die zeiden, ja, het is, we zouden het wel willen, maar we zitten ook met gedragsrechtelijke afwegingen en misschien ook wel met aansprakelijkheidsrechtelijke afwegingen van hoe snel kun je afbouwen als je dat wil. En nou, dan was er soms natuurlijk een bepaalde politieke sensitiviteit om dat statement wel of niet op dat moment te omarmen. Dus er waren ook kantoren die zeiden, op dit moment kunnen we het niet omarmen en wij wilden wel zo snel mogelijk het statement maken, omdat we ook als doel hadden natuurlijk om die assets te bevriezen en de awareness daarover bij iedereen in Nederland te vergroten, maar zeker onder de professionals. Ja, en dan komen we al terug bij wat Leen Paap aan het begin van dit webinar zei. Als je te traag bent, dan is de vogel al gevlogen natuurlijk. Je refereerde net even aan ethiek, aan maatschappelijke rol. Beroepseed heb je als advocaat en die hebben de accountants ook. Wat voor parallellen zie je tussen de advocatuur en de accountancy? Grote parallellen eigenlijk. Kijk, er zijn natuurlijk verschillen, maar als ik even begin bij wat voor ons geldt. We hebben een advocatenwet waar bepaalde kernwaarden in staan. Die lijken eigenlijk best wel op de waarden die jullie bijvoorbeeld in de VGBA hebben staan. Die kun je redelijk naast elkaar leggen. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Wij zijn partijdig. Maar jullie staat objectiviteit erin, nou, maatschappelijk of algemeen belang. Maar dat zijn een beetje de nuances. Maar wij verklaren, als wij advocaat worden, en dat doe je eigenlijk iedere dag bij iedere zaak, dat je geen zaak zal doen die jij in gemoede niet acht rechtvaardig te zijn. En ons statement is eigenlijk ook dat in tijden van oorlog of een bedreiging van je rechtsstaat, de afweging die je daarin maakt een andere is dan voor de invasie van Oekraïne. En die afweging moet iedereen voor zich maken. En die moet ieder kantoor maken. Maar dat betekent dus dat je daarin heel actief moet zijn. En dat is ook al een paar keer genoemd natuurlijk. Je kent je klant zelf het beste. Je weet hoe de geldstromen lopen. Je weet wie de UBO's zijn. En de oproep is dus ook om de sanctiewetgeving als een minimum te zien. En om dus een stap verder daarin te gaan dan dat. Ja, en ik kijk met mijn ooghoek naar de live chat en dan schrijft Gerard Koestering natuurlijk altijd, ja, prachtig en sterk moreel ethisch kompas, maar ja, kun je dat in alle omstandigheden overeind houden? Hoe zit het met dat duivelse dilemma tussen de koopman en de dominee? Nou ja, kijk, makkelijk is het niet, hè? Maar we leven ook niet in een makkelijke tijd. Het is een extreme tijd, het is een perfect storm, hè, met wat net al even is voorgeschoteld met alles wat langskomt. Dus het is niet makkelijk om daar een moeilijke keuze in te maken, maar die moet je wel maken. Dat is wat wij zeggen. En eigenlijk is dat ongeacht de consequenties wat mij betreft, maar dat is heel persoonlijk. Maar ik vind dus ook, en dat vinden wij als organisatie, en dat hebben de kantoren die dit gesteund hebben eigenlijk ook daarmee gezet, commerciële belangen zijn op zo'n moment ondergeschikt aan het maatschappelijk of morele belang, hoe je het wil duiden. Dat je kunt iets doen, doe het dan ook. En zeg niet, ik moet alles doen wat mag, maar denk, wat wil ik doen? Ondanks het feit dat het misschien nu nog is toegestaan, maar morgen misschien niet of overmorgen. En er werd net ook een beroep gedaan op, waar ik heel erg achter sta, van leg vast hoe je afwegingen zijn. Maar ook op dit vlak, je weet veel meer dan bijvoorbeeld bepaalde instanties die sancties opleggen. Dus ook daarin moet je je afwegingen maken en documenteren. Ja, ja. Mooi. Else Loes, dank je wel voor het delen van jullie verhaal. Voor de urgentie onder het voetlicht brengen. En ik zie uit mijn ooghoeken al de chat wat lopen. Dus ik denk dat daar nog wel wat vragen over komen in de laatste half uur. Want dan ben je ook nog bij ons. Dank voor nu. Graag gedaan. Wij schakelen door. Else Loes Pasma zegt al, ja, de regels, dat is een soort van de ondergrens. Dat is het minimum. Tegelijkertijd is het wel goed om daar eens wat meer over te weten en over te begrijpen. Hoe zijn we compliant met de sanctiewetgeving? En ik refereerde er al eerder in het webinar aan. We hebben vanmiddag bij ons een specialist, een gecertificeerde specialist op het gebied van sanctiewetgeving. En tevens de directeur van de Association of Certified Sanctions Specialists. Dat is de internationale vereniging van deze beroepsgroep wereldwijd. Saskia Rietbroek. Saskia, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ik moet bekennen, tot anderhalf week geleden had ik nog nooit van jouw beroep gehoord en jouw expertise. Kan je me eens inwijden in wat jullie expertise behelst? Wat is dat sanctiewetgeving?
Ja, nou, sanctiewetgeving is iets dat al heel lang bestaat. Maar nu is het zoveel in het nieuws dat ja, andere mensen er ook, dat ook te horen krijgen dat dit bestaat. De sanctiewet in Nederland bijvoorbeeld bestaat al sinds 1977. En ik denk dat er heel veel mensen hier nog niet van gehoord hadden. Terwijl je wel bijvoorbeeld van wetten had gehoord zoals de WWFT. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Maar sanctiewetgeving is heel oud. En als een anekdote hier. Het eerste land dat sancties heeft opgelegd ooit. Sommigen denken, oh, dat is vast Amerika. Maar dat is Griekenland. Dus in het oude Griekenland hadden de Atheners, die hadden problemen met een andere stad, Megara. En die hebben toen sancties opgelegd tegen kooplieden van die andere, van het andere deel van Griekenland. Dat ze niet meer naar Athene konden komen omdat ze een bepaald land hadden, een heilig land hadden bebouwd. Maar die sancties is al is iets wat heel oud is. En er zijn mensen die zich hiermee bezighouden. Onze leden, dat zijn mensen die veelal bij financiële instellingen werken. Maar ook mensen bij import-exportbedrijven, productiebedrijven. Die ervoor moeten zorgen dat bedrijven die internationaal zaken doen, voldoen aan de sanctiewetgeving. Want een ander verschil bijvoorbeeld met witwassen, is dat de sanctiewet geldt voor iedereen. Er is een verbod om geld of andere financiële middelen ter beschikking te stellen aan iemand of een bedrijf op de sanctielijst. En er is ook bijvoorbeeld geen minimumbedrag. Dus sancties zijn al heel oud en sinds 2014 is het wat meer in de belangstelling gekomen en zie je meer mensen die vroeger in compliance werkten, die ook op dit gebied gaan werken. En dat is ook naar aanleiding van de sancties tegen Rusland. Wij zijn toen als Association of Certified Sanction Specialists zijn we vanaf toen eigenlijk begonnen om opleidingen en certificering te geven over dit specifieke onderwerp. Omdat er veel meer vraag was dan voorheen. Want voorheen waren de sancties tegen Noord-Korea en Cuba en Sudan. Ja, daar deden niet zoveel mensen zaken mee. Maar toen Rusland werd gesanctioneerd, toen al in 2014... zie je toch ook meer mensen die zich hiermee bezighouden. En er is echt behoefte aan informatie op dit onderwerp. En zeker nu natuurlijk met Rusland. De toezichthouders zitten hier bovenop. Dit is echt iets, het gaat over reputatierisico. Het is niet alleen voldoen aan de wetgeving. Maar er is zoveel meer. Je wil niet op de voorpagina komen met van, dit bedrijf heeft zaken gedaan met die en die oligarch. Dat is gewoon iets wat je reputatie kan schaden en dat is heel gevaarlijk. Ja, en als ik jou goed beluister, dan zeg je dus heel scherp, sanctiewetgeving geldt voor iedereen, er is geen minimumbedrag. En begrijp ik dan ook goed voor onze deelnemers vanmiddag dat het dus ook vraagt of misschien wel eist dat iedereen daar proactief mee aan de slag gaat? Nou, er zijn verschillende. Er zijn sommige instellingen die hebben echt de wettelijke verplichting om bepaalde bedrijfsprocessen in te richten, zoals financiële instellingen en trustkantoren. Het is sowieso je hebt sowieso de verplichting om geen zaken te doen met deze mensen die op die lijsten staan. Dus of je daar wel of geen proces voor inricht, dat is aan jou als accountant. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te voldoen aan deze wetgeving. Om er wel aan te voldoen. En hoe je dat zelf inricht, dat is aan jezelf. Ja, en toch even het juridisch kader. Je refereert aan een sanctiewet uit 1977 in Nederland. Zijn er andere plekken die we in de gaten moeten houden voor de regels? Ja, dat zijn natuurlijk, je hebt de Europese sancties. Die gelden natuurlijk direct in Nederland ook, als lid van de Europese Unie. We zien bijvoorbeeld gisteren is er weer een nieuw pakket aangekondigd van Europese sancties. En die zijn, we hoeven dan nu ook niet te wachten op Nederlandse wetgeving. Wat je bijvoorbeeld wel ziet met anti-witwaswetgeving, die sanctieverordeningen en regelgevingen, die zijn direct toepasbaar. Dus de Europese sanctiewetgeving heel goed in de gaten houden, omdat ze bindend en direct van toepassing zijn in Nederland. Een ander land waar je naar moet kijken, en dat heb je misschien minder snel in het vizier, is de Amerikaanse sancties.
De Amerikaanse sancties gaan in vele gevallen verder dan de Europese sancties. Maar niet bij Rusland. Rusland is echt wel een ander geval waar de Europese Unie super heel erg actief is geweest. Maar er zijn ook hele belangrijke Amerikaanse sancties, Amerikaanse sanctielijsten. En dat kan je, die kunnen van toepassing zijn op Nederlandse bedrijven, omdat de Amerikaanse sancties extraterritoriale werking hebben in sommige gevallen. Dus dat betekent bijvoorbeeld concreet dat als er een transactie is in dollars, Amerikaanse dollars, dan is de Amerikaanse wetgeving van toepassing. Het kan ook van alle transacties in dollars, die zou je ook naast de Amerikaanse sanctielijsten moeten leggen. En verder, Amerikaans sanctierecht gaat ook heel ver in de jurisdictie, omdat het is ook van toepassing op bijvoorbeeld mensen in Nederland die een green card hebben. Dus als jij een Nederlander bent en je hebt een green card in Amerika, voor wat voor reden dan ook, dan is de Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing. Dus je moet goed kijken in je bedrijf ook, of er mensen zijn met Amerikaans burgerschap of green cards. En dan gelden namelijk ook de Amerikaanse wetgeving. Het is al eerder in het webinar gezegd, dit is complexe materie. Ik zou nu heel ver dit konijnenhol met je in kunnen om uit te gaan. Hoe dan precies? Want ik zie dat nog niet in mijn voor. Gaan we nu niet doen in het kader van de tijd. Wat zijn nog meer een aantal belangrijke aandachtspunten die de leden van de MBA of andere betrokkenen in het accountantsvak voor ogen moeten houden? Nou, ik denk de toon at the top, zoals ze dat noemen, is heel belangrijk. Soms ben jij als legal advisor of compliance officer of accountant, ben je ook maar één radertje in het hele geheel. Maar je moet wel op directieniveau moet er echt steun zijn en moet er geld en middelen worden vrijgemaakt om aan de sanctiewetgeving te voldoen. Er werd al eerder genoemd een risk assessment, om je risico's in te schatten. Dat kost tijd en geld. Er moet een beleid zijn, er moet iemand toch aangesteld worden die zich hiermee bezighoudt. En andere dingen die je goed in beeld moet hebben, is dat de sanctiewet stelt de verplichting om de identiteit van nieuwe en bestaande relaties, dus niet alleen klanten, te controleren. Zodat je deze kan kijken of ze overeenkomen met personen of entiteiten op de sanctielijsten. En als dat het geval is, dan mag je die dienst niet verlenen. Zoals ik zei, er is voor accountants geen echte wettelijke verplichting om een administratieve organisatie te hebben rond de interne controle van sanctiewetgeving. Maar zoals ik zei, als je dit niet in kaart brengt, als je iets niet regelt, dan heb je natuurlijk wel het risico dat je de wet overtreedt. Dus ik zou in ieder geval een aantal basismaatregelen zeker nemen, dat die risico-inschatting, maatregelen zoals relaties naast lijsten leggen. En verder, je moet letten op deelnemingen. Het is al eerder genoemd dat ook al sta je niet op de sanctielijst, als het een bedrijf is dat wel eigendom is of gecontroleerd wordt door iemand op de sanctielijst, dan is dat bedrijf ook gesanctioneerd. Er is vooralsnog, ik weet dat heel veel Nederlandse banken hiermee bezig zijn, die voor in het verleden, of tot verleden, tot twee weken geleden, hoefde je die belangen niet bij elkaar op te tellen onder Europese sanctiewetgeving. En dat is nu veranderd. Dus er zijn nogal veel KYC-issues die moeten worden nagekeken. Ja, ik ben altijd een beetje kritisch op afkortingen. KYC, know your customer, hè? Oftewel weten met wie je te maken hebt. Ja, absoluut. Je moet weten wie je klanten zijn. En in dit geval bij de sanctiewetgeving ook relaties. Bijvoorbeeld gevolmachtigde of UBO's. Anders doe je namelijk zaken met de verkeerde partij en schend je de sanctiewet. Ja, en je zei net al in je allereerste zin dat met name financiële instellingen, maar ook trustkantoren hier heel nauwlettend mee bezig zijn. Je noemt banken. Kun je ons iets meer vertellen over hoe banken op dit moment tegen die sanctiewetgeving aankijken? Ah, ja. Ik sprak bijvoorbeeld gisteren met een lid van ons. Die werkt bij een bank en hij is sanctie compliance officer. En hij zei, ik maak sinds ongeveer ergens midden februari, maak ik weken van 90 uur.
Klinkt niet heel gezond. En waarom is dat? Niet gezond. Hij zei, er zijn mensen die dat altijd doen. Hij zei, ik doe dat normaal niet. Nee. En hij zei, ja, natuurlijk alle sancties, je moet het bijhouden, je moet het implementeren, er moeten allemaal processen worden ingericht. Maar ze hebben ook heel veel druk van de toezichthouders. Hij zei, ik werk al 30 jaar aan sancties en ik heb nog nooit zoveel aandacht van de toezichthouders gezien. Wij moeten elke dag verantwoording afleggen aan de toezichthouder wat wij gedaan hebben in een face-to-face meeting. Dus ja, de druk op de banken is heel erg hoog en dat filtert een beetje naar beneden, naar hun klanten ook. Omdat, zoals ik zei, de sanctiewetgeving is voor iedereen. Je moet niet denken van, ja, mijn bank controleert dit wel en laat mij wel weten of er iets is. Ze zullen het A, melden aan de toezichthouder, aan de overheid, en B, ze kunnen je bankrekening sluiten. En dat is zeker, ja, dat gebeurt. Ja, als je bank erachter komt, dan ben je eigenlijk al een stap te laat. Ja. Tot slot zou ik nog wel graag van je iets meer willen horen over aansprakelijkheidsrisico's. Ik bedoel, dat is altijd een beetje een negatieve benadering, maar wat nou als ik het niet goed voor elkaar krijg? Ja, nou ja, het overtreden van de sanctiewet is een economisch delict in Nederland en ook in vele andere landen. Dus je kan, het is niet gewoon een administratieve wet waar je een boete kan krijgen. Je kan naar de gevangenis gaan, het OM kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging. Dus wat dat betreft is het een hele zware wet. En als accountant heb je natuurlijk ook bepaalde gatekeeper verantwoordelijkheden. Je hebt natuurlijk de meldplicht als accountant onder de WWFT, de wet tegen witwassen en financieren van terrorisme. En verder begrijp ik, maar daar heb ik zelf minder verstand van, dat jullie ook onder de no-klag regelgeving ook bepaalde verplichtingen hebben. Dus ja, er zijn wel belangrijke aansprakelijkheidsrisico waar je rekening mee moet houden. Ja, nou, je geeft een praktisch bruggetje, want we hebben een expert bij ons die alles weet over de no-klaar. Laten we dat maar eens gaan vragen. Saskia, dankjewel voor deze introductie in deze complexe wereld. Ik kan me voorstellen dat mensen die zitten kijken daar nog vragen over hebben. Typ ze in, promoot de vraag van iemand anders met een duimpje, want over officieel 4 minuten, ik schat over 8 minuten, als we klaar zijn met Henk Strating, dan gaan we de vragen aan je voorleggen. Dankjewel voor deze introductie. Schakelen we snel door naar Henk Strating, accountant, MBA-collega en de secretaris van het Adviescollege voor Beroepsreglementering, maar in dit geval even namens de MBA Helpdesk bij ons in het webinar. Goedemiddag Henk. Goedemiddag Gerrit. We hebben jou wel eens eerder in deze webinars gezien. We kennen natuurlijk allemaal Annette Houwaard, die we ook actief zien modereren in de chat. Je bent de directe collega van haar bij de helpdesk? Jazeker, en we werken ook nauw samen. Maar het is inderdaad, kun je voor heel veel vragen veel beter bij Annette terecht. Maar vragen op het gebied van sanctiewetgeving ben ik dan weer het eerste aanspreekpunt. Nou, mooi dat we je bij ons hebben. Saskia gooide al een klein balletje op net in haar laatste opmerking. Jullie accountants hebben ook nog iets met de no-klaar. Kun je ons toelichten waar we op moeten letten? Ja, dat is een goed punt. We hebben de no-klaar en in het verlengde daarvan ook de VGBA. Kijk, de belangrijkste boodschap is, accountants kijken nooit weg bij niet integer handelen en bij overtredingen van wet en regelgeving. En ook op het moment dat je de opdracht bevroren hebt, blijven VGBA en no-klaar van toepassing. Dus als je als account op een of andere manier op de hoogte komt van een overtreding, ja, dan moet je in actie komen. En het is zelfs zo dat voor ernstige overtredingen er ook een directe meldingsplicht geldt. En een voorbeeld wat de toelichting op NV No-klaar geeft, is bijvoorbeeld als jouw cliënt op het punt staat wapens te leveren aan een land wat op de sanctielijst staat. Ja. Maar goed, in twijfelgeval is het altijd verstandig om even met collega's op kantoor te consulteren. Of de MBA te consulteren. En het is ook al een paar keer gezegd, soms kan het ook nuttig zijn om extern advies te vragen. Ja, exact. Dus een accountant komt altijd in actie bij onrechtmatig handelen. Dat is belangrijk om te onderstrepen hier. Laten we eens kijken of we dingen nog wat meer in kunnen kleuren en concreet kunnen maken. Bart die vertelde ons net al hoe ze bij Grant Thornton al hun relaties hebben gescreend.
De sancties zijn ook van toepassing op verbonden relaties. Bijvoorbeeld een gesanctioneerde oligarch die dan als UBO, Ultimate Beneficial Owner, geloof ik. Hè? Ik heb het opgezocht, Beneficial Owner. Ja. Een belang heeft van meer dan 50%. Kan je ons eens nog wat meer van dat soort voorbeelden geven? Ja, kijk, het zal bijna nooit voorkomen, tenminste ik heb het nog niet concreet gehoord, dat je als Nederlandse accountant een rechtstreekse opdracht doet voor een Russisch staatsbedrijf. En het zal bijna altijd om indirecte belangen gaan, dus om verbonden partijen. En er zijn twee criteria van belang. Eigendom aan de ene kant, zeggenschap aan de andere kant. Eigendom is nog relatief makkelijk vast te stellen op het moment dat je zo'n UBO hebt, hè, die 60% van de aandelen heeft, hè, dan is daarmee zeg maar de eigendom bekend. Hè, en valt daarmee dus onder de reikwijdte van de sanctiewetgeving. Bij zeggenschap ligt dat wat genuanceerder. Zijn dat wat softere criteria. Hè? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan op het moment zeg maar, dat je het recht hebt, hè, om een meerderheid van bestuurders en commissarissen te benoemen en te kunnen ontslaan. Dat is natuurlijk een indicatie van overheersende zeggenschap. Ja, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een controlerend minderheidsbelang. Hè? Dus op het moment dat zo'n UBO bijvoorbeeld maar 30% heeft, hè, maar de rest van de aandelen is gewoon heel sterk verdeeld. Hè, dan heeft die UBO met 30% de facto wel zeggenschap. Het moet heel breed worden uitgelegd. Bijvoorbeeld een ander voorbeeld als laatste dan. Je hebt te maken zeg maar, met jouw Nederlandse cliënt. Maar die is volledig afhankelijk van één Russische afnemer. En die afhankelijkheid die gaat zo ver dat in feite die Russische afnemer het voor het zeggen heeft. Kijk, en al die voorbeelden die ik noemde, is het toch zeg maar, zo'n gesanctioneerde persoon of organisatie die feitelijk de touwtjes in handen heeft. Ja, en dan is het dus verboden om daar zaken mee te doen? Ja, zeker. Dat noemde Saskia al. Hè. Dat is een economisch delict hè, als je de sanctiewetgeving overtreedt. Ja, en wat ik dus ook hoor in deze voorbeelden van jou, Henk, is wat Else Loes noemde. Je kan kijken naar de regels, maar wij weten als dienstverleners, zij als advocaten, wij als accountants, vaak veel meer. En wat jij nu eigenlijk ook illustreert, het gaat niet per se om de keiharde regel, maar je weet gewoon hoe de boel soms in elkaar zit. En dan wordt er dus gevraagd om daarna te handelen. Afsluitend, wat gebeurt er op dit moment, naast dit webinar natuurlijk, allemaal om accountants te helpen? We hebben de alert. Wat is er nog meer? Ja, nou, het is in ieder geval goed om te melden dat we een aparte landingspagina hebben op de MBA-site. He, dan kun je komen op mba.nl/Oekraïne. Hierbij ook een oproep aan iedereen om eens te kijken naar die website. Je vindt daar een mooi overzicht met allerlei relevante links weer naar andere websites waar de sanctiewetgeving wordt uitgelegd. Zowel naar de Nederlandse overheid als de Europese Unie. Maar ik denk ook goed te vermelden is van, we hebben sinds kort ook een MBA werkgroep Oekraïne ingesteld. Waar diverse kantoren bij betrokken zijn. Daar bespreken we ook de ontwikkelingen met elkaar en praktijkcasussen. En op het moment dat we zien van, dat die praktijkcasussen ook representatief kunnen zijn voor andere situaties, dan zijn we ook van plan om daar Q&A's voor op te stellen, die je dan te zijner tijd op de website kunt vinden. Ja, nou, helder. Ook RJ, hè? Tom die noemde dat al, hè? RJ heeft een uiting uitgebracht. Nou, daar vind je ook een link op onze landingspagina. Ja. Ja, kortom, FAQ's, een werkgroep die naar praktijkcasussen kijkt, de MBA Helpdesk, klinkt alsof het allemaal heel erg in ontwikkeling is naar een mooi dossier, zoals we dat ook gezien hebben rondom de steunmaatregelen. Ja, ja zeker, want we proberen zoveel mogelijk kennis en informatie te bundelen, verwijzingen op te nemen. Maar goed, accountants kunnen uiteraard altijd contact opnemen met de helpdesk. Dus bel gerust als je er niet uitkomt.
Precies. En meedoen aan dit webinar en vragen insturen in dit webinar. Want ook die vragen gebruiken jullie weer met de werkgroep en met de helpdesk om te kijken of daar bepaalde FAQ's uit naar voren komen. Nou, het is officieel 3 over 4. Dus laten we dan maar eens beginnen aan die laatste ambitie van dit webinar. En dat is, we gaan kijken naar de vragen in de live chat met de meeste duimpjes. Ik nodig al mijn experts weer uit om virtueel bij mij te komen op het virtuele podium. Welkom terug allemaal. Voor wie later is ingeschakeld, maak ik nog even snel een rondje. We zien Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance, waar we mee aftrapten. Tom Vollenberg, partner bij KPMG en lid van de ACB, die ons de alert heeft toegelicht. Bart Jonker, bestuurder en partner bij Grant Thornton, die ons vertelde hoe zijn organisatie ermee omgaat. Elseloes Pasma, managing partner van Wijn en Staal Advocaten, die ons heeft uitgelegd en het morele appel heeft gedaan dat je soms misschien wel eens wat verder moet gaan dan alleen de regels. En ja, de laatste twee herken je nog. Saskia Rietbroek, de directeur van de Internationale Vereniging voor Sanctiespecialisten. En Henk, jij bent ook nog bij ons. Ik ga eens even kijken en ik kijk dan maar gewoon gelijk naar een vraag met heel veel sterren. En die ga ik dan aan jullie voorlezen en eens even kijken of we daar met elkaar een goed antwoord op kunnen verzinnen. Ik kan dan ook altijd het tijdstip van de vraag zien. Dat is in dit geval van Johan Nelemans. Johan, je bent sowieso lekker actief in de chat. Fijn dat je zo actief meedoet. Deze vraag stuur je al meteen bij het begin van het webinar in. Maar laten we eens kijken of we daar nog een goed antwoord op kunnen formuleren. Johan vraagt, hoe uitgebreid zou het cliëntonderzoek moeten zijn om na te gaan of jouw cliënt eventueel een link heeft met personen vermeld op de sanctielijst? Wat moet je, deze weer, Elseloes, daar ga je niet van houden, maar wat moet je minimaal doen en vastleggen? Maar dit is toch wel een reële vraag. Hè? Waar moeten we in ieder geval mee aan de slag en hoe ver moeten we gaan? Vraagt Johan zich af. Die kan ons daar een eerste handreiking te doen wat gepast zou zijn. Bart, ik kijk toch maar even naar jou, want je hebt het meeste ervaring volgens mij van ons. Ik denk dat je de structuren van je cliënten, dus niet alleen de cliënt zelf, maar de structuur waar de vennootschap of de organisatie zich in bevindt, die moet je aanhouden tegen de lijst met gesanctioneerde personen, gesanctioneerde organisaties. En op die manier kijken of daar overeenkomsten zijn. En of daar een direct verband, dan wel een indirect verband te bespeuren is tussen jouw cliënt en die twee lijsten met sanctieorganisaties en personen. Ja. Dan zie ik meteen een vervolgvraag van Johan ook, maar die heeft ook veel duimpjes. Dus mensen denken, nou die Johan die zit er goed op vanmiddag. Want de vervolgende vraag is dan ook, hoe ver moet je in de keten kijken als je accountant? En dan schetst hij ons ook een voorbeeld. Kijken of jullie daarmee uit de voeten kunnen. Hij zegt bijvoorbeeld, de afnemer van jouw controleklant is gevestigd in Nederland en heeft verder geen link met de EU-sanctielijst. Maar deze afnemer bestelt goederen bij jouw controleklant voor een order voor een project in Rusland. Is dat dan binnen scope? Als je dat weet, moet je handelen. Hoe ver moet je gaan, is de vraag. Ja, dit is er wel eentje waarbij het moreel kompas van belang is en dat je ook als accountant kunt laten zien waar je voor staat. Waar je vooral ook op moet letten is of dit al langere tijd de constructie is waarlangs jouw cliënt handelt. Want als dit recent gedaan is om een stroomman ertussen in te zetten, om de sanctiewetgeving te omzeilen, ja, dan voel je al aan dat je daar direct op moet acteren. Dus ik denk dat het ook gaat om de omvang en de impact op de business van je cliënt om uiteindelijk die hamvraag beantwoord te krijgen of hier sprake is van indirect handel met een gesanctioneerde persoon of organisatie. Ja. Helder. Nou, en dan om het hele rijtje van 3 van Johan af te maken, pak ik ook maar de laatste van Johan. Dan hebben we dit hele hoofdstukje mooi gesloten. Want hij zegt dan ook, het viel hem natuurlijk op toen jij aan het woord was, Saskia, dat hij zegt, joh, de nieuwe sancties volgen elkaar snel op. Met welke frequentie zou een accountantsorganisatie haar cliëntenportefeuille moeten screenen met het oog hierop? Want hij voelt zelf al aan, eenmalig integraal screenen lijkt wel haast onvoldoende. Hebben jullie praktische tips of ervaringen? Ja, dat is een goede vraag, hoe vaak je dat moet doen. De wet zal niet zeggen, je moet het minimaal één keer per dag doen of één keer per maand. Maar je hebt wel een, de sanctiewet kent een resultaatsverplichting en is rules-based. Dus het betekent sowieso dat je alle relaties moet controleren. En omdat die lijsten zo aan verandering onderhevig zijn, zeker op het moment, is het toch
aan te raden om dit ja, met de lijst soms elke dag verandert deze lijst. Dus als jij vandaag een klant hebt die niet op de lijst staat, morgen kan die wel op de lijst staan. Dus het is, ja, het is gevaarlijk om het niet regelmatig te doen. En ik zal je zeggen dat de banken dit in real time doen. Dus die doen het de hele dag. Dus als jij het, zoals ik al eerder zei, je moet niet wachten tot de bank iets pakt. En je moet dat toch ook zelf je verantwoordingen nemen. Mag ik daar een vraag aan verbinden, Saskia? Want die heb ik ook wel eens gehad. Hè? Van ja, oké, nou is er een verzekering afgestoten door dat radius. Gedekt door de staat. Betalingen gaan via banken. Dus mag ik nou niet vertrouwen op het feit dat het radius zijn werk heeft gedaan, dat de banken hun werk hebben gedaan? Kortom, hoe zit dat precies? Ja, ik hoor dat zelf ook wel eens van onze leden. Hè? Dat ze toch denken van ja, de bank controleert dit. En natuurlijk doen ze dat. Maar je risico blijft bij jezelf en de aansprakelijkheid blijft bij jezelf. Dus je kan het, je kan wel verwachten dat de banken het doen en ze zullen dat ook doen. Maar je mag er niet op bouwen. Nee. En het is ook geen excuus dat je later zegt van, oh, ik dacht dat mijn bank het wel zou doen. Dan zal een officier van justitie zal dat denk ik weinig rekening mee houden. Jammer. Ja. Sluit mooi aan bij een vraag van Kees Pronk, denk ik. Want we voelen hier denk ik allemaal het dilemma tussen ja, wat officieel moet en nodig is en gewoon praktische haalbaarheid. Hoe gaan we dit organiseren? Dan is natuurlijk het antwoord automatiseren. Kees Pronk vraagt, wordt het UBO-register van de KVK al geautomatiseerd gescreend? Weten we daar iets over? Is dat een goed idee? Kan dit überhaupt? Waar staan we op het gebied van slimme automatisering? Nou, ik weet er iets van toevallig, omdat wij met een bepaalde tool werken. En dat is nog niet volledig geautomatiseerd. Maar wel korte antwoord is daar, nee. de recente updates van sanctiewetgeving worden daarin wel constant bijgewerkt. Dus dat automatisering kan zeker helpen, denk ik. Ja, precies. Dat is een kans die er aankomt. Ik zie uit mijn ooghoeken nog een mooie definitievraag. Tom, ik denk dat jij ons daarmee kan helpen. Bouwe Alga die vroeg op een gegeven moment, jij noemt het de alerten, hebben we het ook over bevriezen. En Bouwe Alga vraagt eigenlijk, wat is eigenlijk het verschil tussen het bevriezen van diensten en het opzeggen van de dienstverlening? Daar waren zowel jij als Bart best wel expliciet over. Ik vind dat best een lastige term, omdat het denk ik met name een juridisch gedreven lading heeft. Dus ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dat te beantwoorden. Ik weet wel zeg maar dat we uiteindelijk, als je kijkt naar de nieuwe alert die eraan komt, dat inderdaad de term bevriezen inderdaad voor mij direct is afgeleid uit de EU-verordening, wat ik begrepen heb. En dat daarom ook in de nieuwe MBA-alert zal terugkomen. En dat het doel ervan is eigenlijk om te voorkomen dat door op te zeggen dat die klant zeg maar zijn handel bij elkaar pakt en verhuist zeg maar naar een andere accountant in dit geval. Dus dat kan ik er denk ik over zeggen, Gerrit. Ja, precies. Dus het handelingsperspectief. Want je kan natuurlijk een klant hebben die zegt, ja, maar als jij niet voor mij werkt, dan ga ik weg. Dat is dan dat die klant dat doet. Maar jij gaat als accountant niet zeggen, ik zeg de samenwerking op. Heb ik het dan goed? Dat is hoe ik het nu heb begrepen, inderdaad. Ja. Nou, het idee is ook dat als je je opdracht wel af zou ronden, dan kunnen jaarrekeningen worden vastgesteld, kunnen dividenden betaalbaar worden gesteld en dan gaan er gelden naar plekken waar de sanctieregels juist beogen om die gelden niet naartoe te laten gaan. Ja, helder. Tom, mag ik nog een andere vrij technische vraag aan je voorleggen van Jan? Want er zijn toch ook 20 andere deelnemers die zeggen, ja, dat wil ik ook weten. Jij had het natuurlijk over de alert waar ook iets wordt gezegd over de verslaglegging. Ja. En Jan schreef op dat moment, de prijzen van energie waren in 2021 al fors aan het stijgen. Dat is door de oorlog fors toegenomen. Voor energieintensieve klanten, in welke mate is dit, de stijging van de energietarieven, dan wel een post-balance sheet event, zegt hij. Had je dit gewoon aan moeten zien komen? Goeie vraag. Nou ja, ik begrijp wat die net zegt. Hè. Ik denk dat je, ik zou me kunnen voorstellen als onderdeel van je concern-analyse, dat je daar al over na hebt gedacht. Hè. Want we hadden het glastuinbouw er even over.
in principe doe je natuurlijk een analyse, is de klant verplicht om die analyse te doen per eind december. Op dat moment kun je natuurlijk niet al voorspellen wat er allemaal aan gaat zitten komen. Ik zou me wel heel goed kunnen voorstellen, als je praat over continuïteit en de rol van de accountants daarin, is dat je nadenkt in scenario's. Hè? En dus ook in een van de scenario's wellicht zou kunnen opnemen van er zou iets nog meer ernstig kunnen gebeuren met die met die prijzen. En met name nu denk ik, nu je ook een event hebt zoals nu in Rusland aan de gang is, dat je wellicht misschien te maken hebt met zelfs beperkingen in gasleveringen in de toekomst, als dat echt zo verder gaat. Nu met kolen is gegaan, is nu nog niet het geval. Maar ja, dat je daar wel dat je dat mee zou moeten nemen, want in principe is je window die je bekijkt 12 maanden vooruit. Hè? Dus dat je daar wellicht nu in iets andere manier naar kijkt dan dat je voorheen deed, omdat een heleboel dingen in één keer misschien waarschijnlijker zijn geworden, die in het verleden gewoon compleet onwaarschijnlijk werden geacht. Ja, precies. Mag ik daar nog een advies aan verbinden, Gerrit? Graag. Het valt mij op dat heel veel bedrijven nauwelijks een serieus scenario's maken, van wat dan ook. Dus de pandemie is een goed voorbeeld. Die stond al jarenlang op de Nationale Veiligheidsmonitor als zeer waarschijnlijk met een grote mate van impact. Als ik dan in programma's vraag aan bedrijven, had u daar in uw scenario's rekening mee gehouden, dan is er zelden een hand die omhoog gaat. En dat geldt natuurlijk nu ook weer voor de oorlog in Oekraïne. Ja, nu staat die wel op ons netvlies. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, jongens, probeer nog eens bij uw klanten te zoeken naar scenario's en de analyses op dat punt. Hoe ver die vooruit gaan en op welke scenario's die gebaseerd zijn. Omdat dat natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk is. Niet alleen om op balansdata wat te vinden, maar überhaupt over je continuïteit vooruit na te kunnen denken. Dus jongens, vraag er eens naar, want heel veel klanten hebben daar absoluut onvoldoende over nagedacht. Ja. Nou, mooi pleidooi, wederom inderdaad om proactief te zijn. Er komt iets interessants binnen over, je zegt net het verschil tussen bevriezen en opzeggen, want je creëert een gelegenheid om sancties te omzeilen. Bart, je zegt ook kijk goed naar het moment waarop dingen gebeuren. Algemene vraag is, wat zijn nou eigenlijk signalen waar accountants op moeten of kunnen letten dat er wellicht sancties omzeild worden? Wat zijn de rode vlaggen waar we alert op moeten zijn met elkaar? Misschien zie jij dat wel, Els Loes, vanuit jouw advocatuurpraktijk? Of? Nou, in algemene zin denk ik dat je, maar dat komt ook weer bij dat know your customer. Als er bij ons zich nu zaken aandienen waarvan je denkt, goh, bijzonder, waarom nu, waarom hier, waarom ik? Dan is dat al een red flag eigenlijk. Hè? Niet de ijdelheid van wat een fantastische zaak komt op mijn pad, maar de andere kant daarvan. Dat is een begin. En bij je bestaande cliëntelen heb je natuurlijk soortgelijke vragen. Waarom deze transactie op dit moment? Of waarom inderdaad opeens deze vennootschappen die daartussen geschoven worden? Dus een eerste is beweging. Nou ja, het zakelijk verkeer ligt natuurlijk niet stil. Dus er is voortdurend beweging. Maar beweging waarvan je zelf al zoiets hebt. Bijzonder. Dat is een eerste hunch. Nog aanvullingen? Bart, Tom, Henk? Ja, ik zou denken, dit gaat er ook komt een beetje neer als professioneel kritische instelling waar we het vaak over hebben. Rechte rug, inderdaad. Ik vind wat Els Loes zei heel terecht. Hè. Waarom nu? Hè? Dat moet zeg maar gewoon met alle dynamiek die op dit moment gaande is. En know your customer, heb ik gehoord. Dat geldt bij ons natuurlijk ook. Hè. Weet goed hoe je klant in elkaar zit, wat ze zaken doen, wie zijn de. Hoe zit de supply chain in elkaar vanaf de leverancier, maar ook aan de afnemerskant? Ik denk dat dat inderdaad, daar gaat toch eventjes zeg maar, de professioneel kritische insteek zeg maar, die om de hoek zou moeten kunnen komen kijken. Om dingen te challengen. Waarom, hè, denk ik vooral. En waarom nu? Nou, misschien in parallel een gesprek binnen je controleteam, hè, als we het over controleopdrachten hebben. Dat je met elkaar gaat zitten om na te denken, wat zijn mogelijke frauderisico's binnen deze organisatie? Wetende hoe we ze hebben leren kennen in de afgelopen jaren. Dat je nu een andere sessie organiseert om eens na te denken van, goh, wat zouden ze hier kunnen doen op het moment dat ze last hebben van sancties, om ze te omzeilen. En dat je daar een brainstorm sessie opzet met je team. Zoals je denkt als een fraudeur, denk dan nu eens als iemand die regelgeving wil omzeilen. En ga er vooral ook het gesprek over aan met je klanten.
Hey, en Bart, zeg je dan, dat doen we dan breed voor ons hele portfolio? Of doen we dat gericht bij een organisatie waar we dit... Hoe selecteer je met wie we zo'n sessie gaan organiseren? Of voor wie? Ik zou dat niet standaard bij al mijn klanten doen, maar daar waar je... Nee, toch? Lijkt me een hoop werk. Ja. Zeker. En waar het om gaat is dat je potentiële risico's identificeert, omdat ze direct of indirect te maken hebben met consequenties aangaande de sanctielijsten. En dat je dan dat verhoogde risico identificeert en ervoor gaat zitten met elkaar. En misschien als aanvulling... Oh, sorry, Saskia, ga je gang. Ja, nee, ik hoop dat jullie mij horen, want het is hier nu keihard aan het hagelen in Maastricht. Merken we niks van. Af en toe een klein tikje, maar goed is het uit. Maar ja, één tip die ik nog wil geven is... als je praat met je klant, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar neem geen genoegen met oppervlakkige uitleg van een cliënt. Je moet zeker zorgen dat je ook doorvraagt naar bepaalde ingewikkelde constructies... die eventueel een gesanctioneerde partij proberen te verhullen. Dus houd daar rekening mee, denk ik. Dat je niet genoegen neemt met oké, dit is zo en waarom vraag je er eigenlijk naar? En dat is af en toe natuurlijk heel moeilijk. Zeker als je een bepaalde vertrouwensband hebt met de klant, om dit soort vragen te stellen. Maar je hebt wel, je moet dat wel doen. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Nou, en nu je toch je microfoon open hebt, Saskia, en je komt prima boven de hagel uit, wil ik gelijk aan jou even de vraag van HW Knoop voorleggen. Hele praktische, technische sanctiespecialistvraag. De vraag luidt, worden eerste graads of tweede graads familieleden van gesanctioneerde personen ook beschouwd? Of zij ook gesanctioneerd zijn? Ook daar weer de vraag, hoe ver reikt dit? Ja, nee, het antwoord is nee. Dus als jij bijvoorbeeld een zoon bent, niet zoals met bijvoorbeeld PEPs. Hè? Je kan het bijvoorbeeld vergelijken met de Politically Exposed Person regeling onder de anti-witwaswetgeving. Waar dit soort relaties wel worden beschouwd als een PEP. Maar met sancties is dit niet het geval. Wat je nu wel ziet is dat de Europese Unie, maar ook de Amerikanen en de Engelsen, die zetten allemaal familieleden ook op de lijst. Maar ze zijn alleen off-limits als ze op de lijst staan. Ja. Dus je hoeft daar zelf niet een soort extra schil weer omheen te gaan leggen. Er is wel een volgens risico. De regels, want ik zie Else Loes natuurlijk al een beetje op de stoel gaan draaien. Ja. Er is wel een risico dat ze op de lijst komen. Dus. Ja. Er zijn wel mensen om in de gaten te houden. Ja. Else Loes, als je nog een keer wil aanvullen, kom er maar in. Hè? Nou, ik wou zeggen, er is ook een hele jongere garde kinderen van oligarchen die juist zich heel erg tegen de oorlog uitspreken. Daarmee wil ik niks zeggen over wat je daar wel of niet mee moet doen, maar die kant is er ook. Ja, precies. Nou, dat sluit mooi aan bij een vraag van Remco Renes. Even ter inleiding, het viel in het webinar natuurlijk ook al. Het is op dit moment natuurlijk nogal mistig. Niet alles is zo zwart-wit, was het zomaar, want dan was het duidelijk. Maar er zijn veel grijze scenario's. En nu schrijft hij daagt ons uit, een gedachte-experiment. Welke stakeholders hebben dadelijk onterecht nadeel als accountants vanuit het veilige Nederland stoer, quote-unquote, zegt hij, bij twijfel niet inhalen? Zijn er dan situaties waar belanghebbenden wellicht onterecht worden benadeeld? En kunnen we zulke situaties bedenken met elkaar? Het antwoord is heel simpel. Ja, Gerrit, hè? Dus die zijn er al. Dus ik ken de CFO van Zeelandia. Zeelandia maakt bakkersproducten. Die hebben 35.000 bakkers over de hele wereld. Zitten in Oekraïne en zitten in Rusland. Voor hen was de afweging, wat gaan wij doen? Want als wij die bakkers niet meer bevoorraden, ja, wie lijden dan? Dat zijn natuurlijk de burgers die ook brood moeten eten. En ik vind dat een ongelooflijk legitieme vraag, waar je vanuit het veilige Nederland kan zeggen, nou, dat doen we niet meer. En ik denk, ja, natuurlijk zijn het dan wel een hoop mensen die niet meer een brood kunnen kopen bij de lokale bakker. Dus dat vind ik een goed voorbeeld, waarbij ik me heel goed kon voorstellen dat zij zeiden, we blijven. Ik kijk toch ook even naar jou, Else Loes. In ons gesprek noemde jij het al, hè? Bijvoorbeeld als je medewerkers hebt die bedreigd gaan worden. Maar hebben jullie vanuit jullie Stand Firm initiatief toch ook dit soort twijfels beluisterd? Van wacht even, natuurlijk moeten we onze rug recht houden, moreel leiderschap tonen, maar het kan ook nadelig uitpakken.
Kijk, ik ken bedrijven waar inderdaad een afweging werd gemaakt van ons personeel in Rusland. Werkt al 30 jaar bij dit bedrijf en zouden we die nou geen loon meer kunnen doorbetalen, et cetera. Tuurlijk, dus dat soort vragen zijn er. Ik denk dat je per situatie moet kijken wat je daarin doet. Dus het voorbeeld van het meel en de bakkers lijkt me een heel mooi voorbeeld, waarin je gewoon uiteindelijk je morele kompas met die menselijke maat moet kijken. Wat doe je? En het mooie vond ik dat een van de kantoren die uiteindelijk niet alle partners snel genoeg op één lijn bracht van onze actie, daar wel een heel mooi element in die statement heeft gebracht. Namelijk, we moeten ook nog door na deze oorlog. En dan moeten we ook nog de brug kunnen slaan met mensen die het land verder kunnen brengen in Rusland. En dat heeft ertoe geleid dat wij daar aan een zin hadden. Hij was eerst nog radicaler dan die nu is, eigenlijk, dat statement. Omdat wij hebben gezegd, ja, mensen die zich wel uitspreken, en dat is op zich ook al heel gevaarlijk in Rusland om dat te doen. Maar als je wel je distancieert, kun je je misschien ook voorstellen dat je voor zo'n bedrijf wel doorwerkt. Dus daar zijn ook afwegingen in te maken. Natuurlijk niet als ze op de sanctielijst staan, et cetera. Maar de categorie daarboven. En dat is best ook een hele grote categorie. Wat doe je daarmee? Ja. Dus ja, dat zijn afwegingen om te maken. En daar is denk ik niet een zwart-wit antwoord mogelijk. Ik zie nog een hele praktische vraag binnenkomen. Henk, als vertegenwoordiger van de helpdesk, leg die maar even aan jou voor. Als je nou onregelmatigheden ziet, waar moet je die dan melden als accountant? Jij doet een beroep op de no-klaar. Als je wat ziet, moet je wat doen. Waar moet ik naartoe? Ja, kijk, op het moment dat je nog met je controle bezig bent, hè, dan loop je bijvoorbeeld ook tegen standaard 250 aan. Hè, van, dan gaat het om de naleving van wet en regelgeving. In dat kader zul je nader onderzoek moeten doen. Op het moment, maar ook wat ik inderdaad al noemde, hè, ook op het moment dat je je panel hebt neergelegd, maar je wordt op een of andere manier op de hoogte gebracht van overtredingen, ja, dan kun je niet stil blijven zitten. Hè. Dan moet je in actie komen. Ja, en de vraag is heel concreet, waar moet ik melden? Dat is binnen no-klaar bijvoorbeeld heel afhankelijk van de specifieke situatie. Okay, dat kun je niet, dus dat kan bij de AFM zijn, maar dat kan ook bij een heel andere instantie zijn. Helder. Dat is maar net waar het over gaat. Helder. Nou, dan zullen we dat per casus moeten uitzoeken. En als we het niet weten, dan bellen we toch nog even naar de MBA Helpdesk natuurlijk. Of raadplegen we een collega. Ik wil mijn experts bij traditie nog één keer in de laatste minuten vragen of er nou één ding is. Als er één ding is wat we meenemen de avond in en morgen mee naar kantoor waar we mee aan de slag gaan. Waar zetten zij dan een streep onder? Ik wil alle deelnemers er nog even op wijzen dat ik zo nog een mooie aankondiging heb. Dus blijf nog even plakken tot het eind. Ik trap even af met Leen Papen, waar we het webinar ook mee begonnen. Corporate Governance Leen. Als er één ding is waar we morgen mee zeker mee aan de slag gaan, los van al die andere tips, waar zit je een streep onder? Proactief. Maar dan toch even. Als u toch een keer met uw klant de hele keten in kaart gaat brengen, hoe die in elkaar zit en het businessmodel van uw klant, fantastisch. Want u moet het namelijk over 1-2 jaar toch doen voor de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dus als u nu toch al proactief wil zijn, neem die dan gelijk even mee. Want dan heeft u even dat alvast gedaan. En dan hoeft hij dat over 1 of 2 jaar niet nog een keer te doen. Kijk, 2 vliegen in 1 klap. Dankjewel en dank voor je delen van je expertise vandaag. Tom Vollenberg, waar zit jij een streep onder? Nou, ik zou eigenlijk met name een oproep willen doen om aan de leden om de MBA-website in de gaten te houden voor de update van de alert die eraan komt. En ook uiteraard blijf feedback geven aan ons via Henk. Om te kijken van hoe we mensen nog beter kunnen ondersteunen. Maar ik denk voor nu met name eventjes, en dat hoor ik ook naar de aard van de vragen die we hebben gekregen, heel veel ziet toe in dat op de dienstverlening. Daar komt verduidelijking over in die nieuwe alert. Ja, begin volgende week, hè, zei je. Ja. Heel goed. Bart Jonker, wat is jouw uitsmijter van vandaag? Nou, uitsmijter, ik denk dat we als accountant altijd heel veel houvast zoeken bij regels. Maar dat het in dit geval ook heel belangrijk is, omdat het een moving target is, dat we ons professioneel kritisch vermogen in stand houden. Dat dit ook het moment is waarop we als accountant kunnen laten zien waar we voor staan. Dat het moreel kompas heel erg belangrijk is en ook in het publiek belang.
En bij twijfel, praat erover, bespreek het met collega's, want de grootste fout die je maakt, is een fout die je alleen maakt. Mooi. Dankjewel. Dank voor jouw bijdrage vandaag ook. Else Loes Pasma, Wijn en Staal Advocaten. Vreemde eend in de bijt in de MBA Help webinar. Je hebt al een heel duidelijk appel gemaakt vandaag. Maar als jij nog één keer een streep ergens onder zet, wat is het dan? Misschien nog iets heel anders. ja. Dat het heel leuk was om en heel verbindend om met 20 van de top 50 kantoren iets dergelijks te doen. En dat dat ook heel veel andere dingen brengt voor andere uitdagingen. Om in gezamenlijkheid binnen een beroepsgroep zo'n statement te doen. En dat heeft nu al allerlei andere effecten. Dus misschien kunnen jullie daar als accountants, en als MBA natuurlijk doen jullie dat al, maar ook kantoren zelf kunnen daar misschien wat mee. En dat werkt heel inspirerend, hebben wij gemerkt. Dat is een heel leuk effect eigenlijk ervan geweest. Ja, zoek elkaar op. Mooie boodschap. Saskia Rietbroek, gecertificeerd sanctiewetgevingsspecialist. Waar zit jij een streep onder? Ik hoop dat je te verstaan bent in de hagelbui. Ja, de hagel is voorbij. Oh, gelukkig. Maar ja, één ding dat ik nog wil zeggen is, houd voor ogen dat geen enkele klant belangrijk genoeg is. Geen enkele klant is het waard om strafrechtelijk vervolgd te worden. Zoals ik zei, dit is een wet waar overtreding is een economisch delict. Dus houd dat voor ogen. Mooi. Dat maakt het nog maar eens even niet te lichtvoetig hier vanmiddag waar we het over hebben. Dankjewel voor jouw bijdrage en kennis ook. Henk Strating, namens de MBA Helpdesk, waar zit jij graag nog een streep onder? Nou ja, kijk, ik weet niet hoeveel opdrachten op dit moment bevroren zijn door accountants. Maar wel een oproep om daar niet onverschillig in te zijn. Want we moeten niet vergeten, het doel van die sanctiewetgeving is gewoon het stoppen van die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Dat is een hoog doel. En natuurlijk, de accountant heeft een onderzoeksplicht, ook in complexe situaties. Dat is al diverse sprekers ook aan de orde gesteld. Maar dat betekent niet dat je zeg maar eerst tot drie cijfers achter de komma uitgerekend moet hebben dat jouw opdracht daar ook onder valt. Dus op het moment dat je een redelijk vermoeden hebt, leg je pen neer. En je wordt ook, als je te goede trouw bent, word je ook beperkt in je aansprakelijkheid. Dat is wettelijk zo of zo geregeld. Nou ja, kijk, in de hoop en verwachting dat al die kleine beetjes de vrede dichterbij brengen. Mooi. Mooi dat je het weer even helemaal terugbrengt naar waarom we het hier vandaag ook over hebben en waarom die sanctiewetgeving in plaats is gekomen. En daarmee komen we aan in de laatste minuut van dit MBA Help webinar. Maar niet voor dat. Ik natuurlijk ook onze collega's achter de schermen even expliciet wil bedanken voor hun poging om alle gestelde vragen ook zo snel mogelijk schriftelijk te beantwoorden. Vanmiddag waren dat Annette Howard, Melissa Klaver, Annemieke Stokvis, Berry Blijderveen, Arjen Sukkel en Hugo van Kampen was ook weer schriftelijk van de partij. Fijn dat je er was, Hugo. En hier is mijn cliffhanger. Wij komen zeer binnenkort weer bij elkaar, met elkaar bijeen online. Namelijk aanstaande dinsdag 12 april ga ik in gesprek met de kwartiermakers. Marlies en Chris zitten bij mij in de studio en we gaan het hebben over de AQI's, de Audit Quality Indicators. We gaan het hebben over hoe het staat met het experiment met de intermediair en hoe zij bezig zijn met de toekomst van de opleidingen. Deelname is natuurlijk gratis en je kan je weer aanmelden om weer mooi zo'n sessie met ons mee te doen. Aanstaande dinsdagmiddag schrijf je in. En zoals ik aan het begin van het webinar al aankondigde, op donderdag 19 mei hebben we weer een volgend MBA Help webinar waarin we gaan kijken een update over de NOW en de TVL steunmaatregelen en alles wat je dan moet weten en de ontwikkelingen in de laatste 3 maanden sinds het vorige MBA Help webinar. Nou, heb je nou nog vragen die je nog niet hebt gesteld? Weet dan dat je altijd terecht kan op de website van MBA Helpt. Daar vind je de Frequently Asked Questions. Daar vind je de opname van dit webinar. Kun je terugkijken, kun je delen met collega's voor wie het interessant is. En je kan daar natuurlijk ook het telefoonnummer vinden waar je de MBA Helpdesk kan bellen. Rest mij niets anders dan namens alle collega's u een hele fijne avond te werken. Wensen veel succes met alle drukte en uw belangrijke werk als accountant. Want je weet het, Nederland rekent op u. Bedankt voor uw deelname aan dit NBA-webinar. Voor meer relevante webinars kijkt u op nbaopleidingen.nl.
spreker veel.